als je spreekt van een weversfamilie, mijn grootvader van vaderskant, wever. Mijn vaders broers, allemaal wevers. Mijn cousins, 50-60% wevers. Het zat er wel in. Wanneer dat familie tezamen was, werd er nog een stukje afgedraaid. Thuiswever, je hebt daarin twee systemen. Je hebt thuiswevers die zelfstandig zijn. Maar wij hadden het systeem van ingeschreven. Dus wij waren zogezegd werknemers van het bedrijf. Maar de gebouwen waren bij mij thuis. De weefmachines waren eigendom van het bedrijf hier ter plekke. En wij waren een productieeenheid. Er werd grondstof geleverd en wij leverden dan de geweven producten af. Het was ook wel per meter dat wij betaald werden. Dus dat betekende dat er behoorlijk wat uren geklopt werden om behoorlijk wat meters te kunnen presteren. Deerlijk vechten, dat was eigenlijk het mekka van de wevers, thuiswevers. Moest men 20 jaar terug een foto genomen hebben, of moest je een foto, luchtfoto zien van deerlijk vechten, dan staat er praktisch over ander huis een kot met kapjes. Hè. Weven is mijn leven. Het resulteert zich toch altijd naar hetzelfde. Hè. In een winkel lopen, een stukje stof, dat moet ik daar een keer aankomen. Hè. Ja. Met een skietspoel in het hart geboren.